staat nu nummer 14 op de Order of Merit. Ja. Dan begint het langzamerhand wel, ja, wel gevaarlijk te worden, om het maar even zo te zeggen, toch? Ja, maar als je heel eerlijk bent, de laatste paar jaren heb ik altijd op die positie gestaan, zo vlak voor dat WK. Ja, je wordt ook een jaartje ouder natuurlijk. Ja, er komt steeds meer druk op te staan. Wel steeds meer prijsgeld op het WK ook. Uiteindelijk, ja, wil je natuurlijk weer die laatste vier. Liefst finale en het liefst winnen natuurlijk. Maar er doen zoveel gigantische goede spelers mee. Dat wordt met het jaar moeilijker. Nu ook meer spelers, hè, voor het eerst. Geloof ik 96 spelers, twee dames erbij. Ja, dus we gaan gewoon weer hard voor werken. Voor het WK ben ik altijd intensief bezig. En waarschijnlijk doe ik het daardoor 19 keer altijd goed. Kom ik ver. Maar ja, mochten we in januari een slechte WK achter de rug hebben of een slechte Grand Slam, ja, dan ga ik met management beraden wat we dan gaan doen. Ja, misschien zoveel mogelijk tegen Michael gooien, want dat gaat meestal wel goed. Hè? Nou ja, het is de laatste paar WK's is de ene keer wint Raymond, de andere keer wint Michael. Maar, ja, kijk, wat Raymond gewoon doet, is, die speelt bijna alleen maar toernooien in het jaar wat niet voor de ranking telt. Ja. Dus ja, dan kun je ook niet stijgen. Ja.